but so you are coming on the vlucht here, refugee. So we need the freedom. China is what is China? China is what is the communist? China is like that. So thank you. You also speak Dutch? Yeah, beetje. Yeah. Dit is de onafhankelijk de viering van. Ik ben Oeigoeren. Ja. Dit is de. Chinees is terrorist. Ja, ja. Dit is heel even hoor. Ik kom zo bij u. Dit is u Nederlands? Ja. Ja. Dit is de viering van de. Nee, de herdenking van de opstand van 22 jaar geleden. Klopt dat? Nee, dat is 60 jaar. Ja, dus vandaag is het de andere feestelijke dag. Weet ik dat ze opstaan op Goede Vrijdag. Ja. Van jullie, maar het is dus, herdenking van de doden. Van de die mensen die overleden. Ja. Toen zij in de vechten met een Chinees leger. Dus de gedodeerde leger van China. Precies 22 jaar geleden. 22 jaar geleden. Precies in deze dag. Ja. Ja, wordt een, op deze ding, op deze dag. Op deze dag. Ja. Precies 22 jaar geleden. Ja. En zij worden er 20.000 studenten, ja. jongeren, zijn gingen op straat om te demonstreren. Ja, demonstreren. Tegen het geweld in China. Ja. Maar ze zijn allemaal doodgemaakt. 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 Gevangen genomen en ja, doodgemaakt. Gemarteld, neem ik aan. Levenslang. Ja. En gevangenis veroordeeld. Ja. 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 En uw land is deze vlag, hè? Ja, deze vlag. Ja, maar u bent niet onafhankelijk. U staat nog onder de Chinese regime. Wij zijn niet onafhankelijk. Wij zijn een speciaal autonomische regio in China. Ja. Ja, maar dat is niet een echte provincie. Niet een onafhankelijk. Dat is autonomisch. Oké. Okay. Wat ik bedoel? Ja? Zo, dus wij willen juist om apart te zijn. Wij willen nu onafhankelijk te zijn van China. Omdat China deed niet wat zij heeft beloofd. Ja. Ja. En hoe lang zijn, dus jullie zijn eigenlijk al meer dan 22 jaar bezig om onafhankelijk te worden? Ja, nee, eigenlijk wij zijn sinds 1955. Ja. Wij zijn bezet door China. Ja. Vroeger waren wij een koninklijk en een republiek geworden. We hebben twee keer in ons land bevrijd. Okay. Maar sinds 1955, wij zijn bezet door China. Ja. Dus tot nu toe zijn we nog steeds met de Chinese regering. Ja, ja. De Chinese regering. En wat was de reden dat China jullie bezette? Hadden jullie goud? Hadden jullie zilver? Ja, omdat zij in mijn land heel veel olie, heel veel zilver, heel veel goud en ook zo heel veel grondstoffen zijn. Ja, ja. En daarom Chinezen willen niet geven het land naar ons. Ja, ja. En denk je, geld, ja. Ja, en denk je nog dat je het mee gaat maken dat jullie land onafhankelijk is? Of zijn jullie de voorstrijders ervan? Wat moet je? Nou, ik neem aan dat u iets in de 22, u bent toch geloof ik 22 jaar of zo, ja. Of 24 jaar. Denkt u dat u het nog meemaakt dat uw land onafhankelijk wordt? Ja, of bent u vol vechten ervoor? Dat uw kinderen daar later profijt van hebben? Ja, wij willen en wij geloven dat wij op een dag gaan onafhankelijk zijn. Ja. Ja, maar de mensen zijn stil aan het vechten in het Oost-Turkestan. Of ze zijn met een stilstand om te protesteren, maar ze zijn meteen doodstraf veroordeeld. Ja, ja. Ja. Maar dus, wij zijn nu in Europa, een democratieland. Wij kunnen vrij spreken. Ja. Ja, wij kunnen vrij wat spreken, dus wat je niet klopt is. Ja. Dus, maar denkt u niet dat er hier ergens toch nog iemand van de Chinese dinges aanwezig is om toch te kijken wat jullie doen? Ja, ze zijn misschien, dat zijn de mensen uit de Chinese regering. Ze maken foto's of video's, sturen naar China. Ja. Ja, wij zijn niet bang. Wij zijn in Europa, in een democratieland. Ja. Vrij land. Oké. Okay. En dan, alles is vrij in dit land. Ja, en dan wou ik nog één ding weten, want ik ga dit op YouTube zetten. Ja. Hè, voor jullie strijd. Ja, ja. Onder wat voor naam zij het willen?
de herinnering of de hoe moet ik het? De herinnering. Mag je dat zeggen? Herinnering van de doden. Van de opstand. Van de opstand 60 jaar geleden. Yes, ja, geleden. Ja, de, yes, het, niet 60, 22 jaar. 20, ja, ik bedoel 22 jaar geleden. Ja, geleden. De opstand. Dan ga ik het erop zetten en dan moet je kijken naar jullie land. Ja. Oost. Oost-Turkistan. Oost-Turkistan. Ja. Protest op de Dam. Ja, protest op de Dam. Dan staat het. Dat mag je zo zeggen. Ja. Ja. En dan staat het er morgen in de middag staat het erop. Oké. Okay. Ja, en dan kijk je en dan kijk je als het goed gegaan is. Oké, okay, super. En dan wens ik je veel succes in de strijd. Oké, okay, dankjewel. Ja, en nog een fijne dag. Ja. Ja? Oké, okay, dankjewel. Veel freedom. Freedom. Veel vrijheid. Okay. Laat maar even die vlag zien nog, als je wil. Deze vlag? Of ja. Deze? Want het is een hele mooie vlag, moet ik zeggen. Ja, is mooi. Ja. Oké dan. Oké, zie je? Kijk, dat willen we zien. Mooi. Prachtig. Mooie vlag. Dankjewel. Ja.